Mijn vormen staan klaar. Mijn chocolade is ook voorgekristalliseerd. We gaan nu tonen, stap voor stap, hoe je vormen moet mouleren. Het eerste wat we doen, is de vormen inspecteren. Ze moeten perfect schoon zijn. Er mogen geen chocoladeresten in de vorm overblijven. Ook absoluut geen vingerafdrukken. Telkens malen je die vorm hergiet, zal je op dezelfde plaats diezelfde vingerafdruk tegenkomen. Zelf al zie je de vingerafdruk niet, kan het gebeuren dat na weken van bewaring op deze bewuste plaats vetrijp ontstaat. Dus als de vormen echt bevuild zijn, eerst afwassen, drogen en dan best goed oppoetsen. Altijd de vorm goed voorverwarmen. Als mijn vorm te koud zou zijn, hebben we een te snelle afkoeling. En dat kan later resulteren in koelvlekken. We gaan onze vorm voorbereiden met een eenvoudige, maar mooie decoratie. Ik strooi wat goudpoeder in de vorm. Niet te veel. We gaan een weinig chocolade daarover gieten. Gewoon om dat poeder te fixeren. Het voordeel bij doorschijnende vormen is dat we zien wat we doen. Indien er nog een foutje is, kunnen we het bijcorrigeren. Ziezo. Dit gaan we nu lichtjes laten uitharden, zodat de decoratie op zijn plaats blijft. We zijn nu ongeveer 2 minuten verder. Oké, de vorm is nu klaar voor te gieten. We gaan die gewoon vol gieten met chocolade. We gaan de vorm even dribbelen om de luchtblaasjes uit te halen en om de chocolade gelijkmatig te verdelen. Omdraaien om de overtollige chocolade te laten uitvloeien. En dan gaan we deze, hetzij op een rooster plaatsen of op papier. Het voordeel op een rooster, de chocolade kan nog rustig uitvloeien. Een ander voordeel, als het een beetje warm is in de ruimte, is er nog een luchtcirculatie onder het rooster. Op papier, een voordeel is, een belangrijk voordeel, dat we een steviger rand hebben. Die ons nadien voordelen geeft om gemakkelijker de twee helften tegen elkaar te kleven. Nadeel is op papier, als het warm is in de ruimte, sluiten we de warmte in en kan het zijn dat bij een te langzame afkoeling de chocolade grijs zal uitslaan. De laatste stap, maar een heel belangrijke, de vormen liefst pas in de koeling brengen zodra de chocolade neiging vertoont om te stollen. Waarom? Daardoor krijgen we een gelijkmatige krimpkracht wat koelvlekken vermijdt. Even ter verduidelijking, als de chocolade te snel stolt, komt die los op bepaalde plaatsen in de vorm en op andere plaatsen blijft die hangen en dat bezorgt ons de koelvlekken. Zo, in de koeling gaan we die best met de opening naar boven plaatsen, zodanig dat de warmte kan ontsnappen. De temperatuur in de koeling is best tussen de 8 en de 10 graden. En een goede ventilatie en warmteafvoer is absoluut noodzakelijk.